zuinige stroom. Je water mislikken en dikken aan zon. Schelde, oh schelde, je machtige stroom. Het is bij jou dan kiefste hoor. Ik sting op de dik met de wind in mijn haar. Hang over het water als schepen star. Dan voel ik me blije, dan voel ik me rik. Daar bovenop je schelde dik. Schelde, oh schelde, je machtige stroom. Je water mislikken en dikken op zon. Schelde, oh schelde, je machtige stroom. Het is bij jou, dank diefste hoog. Onze eerste Zeeuws klankboek. Dat betekent dus dat we iets hebben verzonnen waarvan we denken, nou, dat vinden de mensen waarschijnlijk leuk en wij vinden dat zelf ook leuk. Het Schallemaaien, ik wil bijna zeggen uitgebuit, maar ik bedoel ook uitgebaat. door Lenno SC. Lenno, dat is de man van de muziek. En mensen die vragen vaak van, nou, waar haal je je inspiratie vandaan? En ook, is het allemaal fictie of non-fictie waar je schrijft? Ja, waar die inspiratie vandaan komt, dat weet ik zelf ook niet. Dat begint zo af en toe op te borrelen en dan komt er weer wat. En ik schrijf het maar op en de ene keer is leuk en de andere keer niet leuk. En de ene keer ben ik tevreden en de andere keer minder. En dat is de vraag is ook best, gaat dat de hele dag door? Dan zeg ik, nee, gelukkig niet, want anders werd ik knettergek. Dus gelukkig zit er ook rust in mijn hoofd dat ik tijd heb om dat allemaal uit te schrijven. Dan de vraag of dat fictie is, wat ik schrijf. Ja, als je over een popartiest schrijft, nou, dat is geen fictie, dat is gewoon een levensverhaal. Familiegeheimen, dat is een thriller en ja, die bestaat er wel. Laat ik zijn voor 99% uit fictie. Je kunt, als je iets beschrijft, kun je bestaande locaties kiezen. Je kunt ook alles zelf verzinnen. In dit geval heb ik gekozen, gedeeltelijk voor, omdat dit boek voor een flink deel af te laten spelen is Vlaanderen. En dan kun je natuurlijk kiezen voor bestaande locaties. Ik heb onder andere beschreven een stukje Porgy en Bess in Terneuzen, De Leen in Oosburg, Schalamaai in Ossenis. En je beschrijft het over de binnenstad van Terneuzen, de markt van Hulst enzovoort. Nou, een stukje Westerschelde, dat zijn allemaal dingen, dat zien we allemaal hier in de buurt en dat kun je makkelijk beschrijven. Op het andere stukje non-fictie wat erin zit. Als je iemand creëert, dan creëer je een personage. Ik heb in dit geval gecreëerd een privédetective van rond de 50 jaar. Zijn vader, een computer whizkid van 90 jaar. Dat vond ik wel leuk, omdat de oudere mensen weinig verstand hebben van computers op die leeftijd meestal. En die krijgen dan de hulp van een rechercheur van de afdeling Zeden uit Terneuzen. En samen gaan ze dan in Zeeuws-Vlaanderen aan de slag om dingen op te lossen, uit te zoeken. Het verhaal is niet zomaar 1, 2, 3 uit te leggen, zo in 5 minuten. En misschien is dat maar goed ook, want dan blijft er meer over voor de lezer om te ontdekken. Je komt voor de muziek en voor de gezelligheid. Waarna hij haar iets in het oor fluisterde. Ze nam een forse teug van haar bier, barstte toen in snikken uit en legde haar hoofd op zijn schouder. Is dat vaker zo, Lenno? Vroeg een andere bezoeker op gordroge toon aan de barman. Hij knikte met zijn hoofd naar de vrouw. De barman schoof zijn hoed naar achteren op zijn hoofd en krabde eens met op zijn gemillimeterde schedel. Ach, wat zal ik zeggen? In dit leven is niet iedereen even gelukkig. De meeste mensen worden juist vrolijk als ze muziek horen. Kijk straks maar in de zaal. Dan zitten de mensen te swingen op hun stoel. Zelf kan ik niet zonder muziek. Wind en zee, we gaan met je mee. Wind en zee, al over de ree. Laat horen het lied van de zee. Het lied van de wind. De wind en de zee. Een zachte bries, een kalme zee. Een wind die kust, een zee die rust. Heel aaibaar en zacht, ongrijpbare pracht. Een wind die streelt, een zee die geeft. Wind en zee, we gaan met je mee. Wind
en zee, al over de ree. Laat horen het lied, het lied van de zee. Het lied van de wind en de zee. Luisteren, dat kon ik als kind al heel goed. En dan dacht ik als kind al, oh, het is wel heftig wat er gebeurd is. Daar moet ik een boek over schrijven. Nou heeft dat wel heel lang geduurd, want pas op mijn 65ste, toen ik met pensioen mocht, kon ik eraan beginnen. En dat is een boek geworden van 600 bladzijden in 3 delen. Ik ben eraan begonnen als een job. Dinsdagsmorgens om 8 uur zat ik achter de computer. Woensdagsmorgens ook. Ik liet het ook door iemand lezen, mijn manuscripten. Dat werd dan vrijdags besproken, zondagsmorgens en maandagsmorgens. Dan werkte ik aan de veranderingen en verbeteringen en dacht ik erover na. Zo zag mijn moeder eruit toen ze eind 1945 in Nieuwname aankwam. In feite begon toen Saksisch bloed door Vlaamse aderen. Want als ik goed terugtel, dan moet ze van mij in verwachting geweest zijn toen ze onderweg was van Oost-Duitsland naar Nederland. Dan is eerst Vlaanderen. 2 januari heeft ze nog de 94ste verjaardag gevierd. En nu ligt Saksisch bloed begraven in Vlaamse aarde. In mei 1945 zijn ze samen, Leopold en Marianne, de hachelijke tocht naar het westen begonnen. Die nu voor Marianne geëindigd is op 14 januari op het kerkhof van Nieuwname. Johnny die is gestorven tijdens de barre tocht die maandenlang geduurd heeft, net na de oorlog, van het Ertsgebergte naar Zeeuws-Vlaanderen. Kind is van ontbering gestorven. En dat heeft zo'n impact gehad op zelfs op ons leven. Want dat kind dat stond, dat ging als een rode draad door ons leven. Zijn foto stond op de schoorsteen en er ging een week voorbij dat mijn moeder erover vertelde. En dan leek het net alsof dat kind gewoon bij het gezin hoorde. Daar groeiden wij mee. En toen mijn moeder een aantal jaren geleden opgenomen werd in een verzorgingstehuis, toen gaf ze mij die foto en toen zei ze, wil jij er nou op passen? En sindsdien staat u nu bij mij op de schoorsteen. Voordat ik begon te schrijven aan het boek, wilde ik eerst nog terug naar Oost-Duitsland om nog wat meer informatie te vergaren over mijn Duitse familie daar en hoe mijn vader daar tijdens de oorlog gewoond en geleefd heeft. De littekens van de oorlog waren in de straten nog duidelijk zichtbaar. Dat was zelfs in 1965 nog steeds niet hersteld of opgeruimd. Hier begint het tweede deel van mijn boek. Hier ben ik ongeveer 3 jaar en dan begin ik te schrijven in de ik-vorm. En dan wordt het ook heel, heel persoonlijk. Dan beschrijf ik mijn jeugd op Nieuwname, hoe het is om op te groeien in een armoede, arbeidersmilieu. En later, toen ik wat ouder werd en op de lagere school de geschiedenisles kreeg, ontdekte ik ook mijn Duitse kant, zal ik maar zeggen. Voordien wist ik daar niks van. En dan kreeg ik er heel veel moeite mee. Ik schaamde me. Ik had dus last van plaatsvervangende schaamte. Ik vond het verschrikkelijk wat er gebeurd was. Maar wat ik nog erger vond was dat mijn familie tot dat volk behoorde dat zulke misdaden gepleegd had. Daar had ik het als kind al heel, heel erg moeilijk mee. En toen snapte ik waarom ik altijd uitgescholden werd voor moffenjong. Ik wist geen eens wat dat was, totdat ik op school het in de geschiedenisles leerde. Hier zit ik op de kleuterschool bij juffrouw Melda, de babyboom. 40 kinderen, 1 juffrouw, ongelooflijk. En ze hield de winter onder, dat kan ik je vertellen. En toch vond ik dat een van mijn leukste schooljaren. Dat was in 1953. Dat was tijdens de watersnoodramp
Die watersnoodramp, dat was wereldnieuws. Over heel de wereld kwam dat op de radio, in de kranten en ook in ons Duitsland. En daar wisten ze dat mijn moeder in het rampgebied moest wonen. Dus ze waren bang dat ze ook verdronken was. En dan kwam die berichtgeving en die brieven en zo, dat kwam ineens allemaal op gang. En daardoor heeft mijn moeder opnieuw contact opgenomen met haar vader. Die had ze al geen jaren gesproken of iets van gehoord. Ze wist ook niet toen ze vertrok uit Duitsland waar die was. Hij zat daar aan het front, maar waar, dat wist ze niet. En toen die correspondentie en dat contact met mijn grootvader terug op gang kwam, toen kwamen we erachter, achter iets heel bizars. Mijn grootvader die was gevangen genomen door de Engelsen en die zat vlak bij Antwerpen, zat hij in een kamp. In augustus 1946 hebben ze hem op de trein naar Duitsland gezet, zonder dat hij wist dat zijn dochter op 20 kilometer van hem vandaan had gezeten al die tijd en dat hij ondertussen grootvader was geworden. Hier begint het derde deel van mijn boek. Ik was 14 jaar en mijn moeder had besloten dat ik maar niet meer naar school moest gaan, want ik moest haar helpen in het gezin met 5 kinderen. Maar ik kwam er al heel snel achter dat een carrière achter het aanrecht, dat niks voor mij was. Voor 7,5 gulden per week werkte ik 48 uur per week. Leerde ik een toekomstige man kennen. En dat was een hele heftige liefdesrelatie. En die heel wat stof deed opwaaien opnieuw namen. Vanwege het verschil in leeftijd en het verschil in milieu. We gingen op huwelijksreis naar Berlijn. Dat was ook altijd mijn grote wens. En toen was de muur er nog. Van schoek je zo, nog niet aan de mouwen gezien. Weet je wel, al die mensen komen dan naar die muur kijken. Maar liefde is niet te stuiten, is niet tegen te houden. Dus we trouwden. En we kregen een dochter. En we werden heel gelukkig. En op een week kwam die midden in de week naar huis. En zegt, ik voel me helemaal niet goed. En we gingen naar de dokter. En omdat we een nieuw leven begonnen, hadden we ook tijd gevonden voor een tweede kind. En ik was 6 weken zwanger toen de dokter vertelde dat mijn man nog een paar maanden te leven had. Daar stond ik. Mijn man op sterven. Zwanger van een tweede kind. En ik stond op straat. Ik moest uit mijn huis. Dan heeft later dokter Kaspari ervoor gezorgd dat ik in Hulst terecht kwam. En daar heb ik nooit gespijt van gehad. Ik wist dat ik niet bij de pakken neer moest gaan zitten. Ik ben gaan werken, studeren, terwijl ik mijn 2 kinderen opvoedde. 18 jaar ben ik weduwe geweest. En toen leerde ik mijn huidige man kennen. Dus dat gaf in het begin wel een beetje strijd van, dan moest ik weer zorgen dat er om zo laat eten op tafel stond of waar ik naartoe ging en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment went dat ook wel weer. 1990, de muur was gevallen, het gordijn was geslecht of andersom en ineens stond daar in de Leegwaterstraat een blauw trabantje bij ons voor de deur. Mijn nicht Ingrid uit Duitsland, die lerares is op een middelbare school. Die was in de zomervakantie, waar die gewoon ineens zomaar naar Nederland getuft in dat trabantje. En we hebben ze alles, bijna alles van Nederland laten zien. Er ging werkelijk een wereld voor ze open. En in september, toen de scholen weer begonnen, toen werd er in Stolberg, ook een plaatsje in het Ertsgebergte, waar ze les geeft, kregen de kinderen op de middelbare school les over het verdranken land van Saaftingen en de Deltawerken en het Van Gogh Museum en Anne Frank. Nou, ik ben met hele grote stappen door het boek gevlogen, omdat het natuurlijk weinig tijd had. Ik wil alleen nog 1 opmerking plaatsen. En dat is over dialect.
Ik schrijf ook in dialect, inderdaad. En ik vertel ook in dialect. Dus ik moet af en toe oppassen dat ik niet uit mijn rol val als ik Nederlands spreek. Ik zou zeggen, lees de rest in het boek. Heel veel bedankt voor het luisteren.